illegale praktijken hier. Twee kleine. Goedemorgen mensen, het is vandaag zaterdag. En ik zit in de auto te wachten op Tween. Die ging zichzelf nog heel even omkleden. Want wij gaan zo meteen richting een woonboulevard. Ik denk Eierkamp. Dat zit bij Veenendaal. En daar willen we gewoon even gaan rondkijken voor meubels voor ons nieuwe huis. Want we moeten nog een bank en dat soort dingen bestellen. Dus dat gaan wij dan vandaag doen. Ik ga jullie even snel laten zien wat ik aan heb. Dat heb ik net nog niet kunnen laten zien in de spiegel. Maar ik draag een sjaal van Bershka. Mijn trui die ik eronder aan heb is een beetje oversized trui. Die is van H&M. Mijn jas Josh V. En dan heb ik een zwarte broek aan. En mijn laarsjes van de Zara. We zijn inmiddels aangekomen in Veenendaal. Bij Eierkamp. Zo heet deze woonboulevard. En we hebben nu net een bank gezien. Die lijkt heel erg op die bank die we toen bij Lotus 5 hadden gezien. Maar hij is iets minder onderuit gezakt. Wacht, even het verschil laten zien. Kijk, die is van Lotus 5. En dat is die van hier. En deze is ook nog goedkoper. Maar ik vind deze stof ook heel mooi. Beetje een soort linnen effect. Jij? Tweeën zijn het vergelijken. Puff zitsbank. Dat is echt iets verdwenen, hè? De grote puffert hier. Lollebroek, ik heb mijn lolbroek aan. Gezellig, echt schoon. Niet altijd. We waren net een beetje ruzie aan het maken, maar nu is het weer goed. Jij was ruzie aan het maken. Nee, jij was gemeen tegen mij. Nee, jij bent eigenwijs. Ja, ik ben soms eigenwijs, maar nu is het weer oké. Okay. We hebben het net goed gepraat. Oh. Krijg je dan eindelijk je eigen kast? Dat is klein. Je mooie grote kast. Ja, deze is wel klein. Ja, van mij. Deze moet ik hebben. Wow, dit is echt handig. Hoe is het dicht? Ja. Doe hem eens dicht. Gruwelijk. Ik vind het ook mooi als je van die spotlampjes hebt, dus zeg maar boven die kast. Illegale praktijken hier. Tweede zei, ja, we moeten via hier lopen. Waar ga je er dan af? Wie had gelijk weer? Ik, hè? Ik moest er gewoon overheen gaan klimmen als een illegale. Waar zijn we? Loods 5. Konjo kolo met mijn pampang. Dit is echt niet netjes wat je zei. Nu zijn we weer bij de volgende locatie. Dat is Loods 5 in Amersfoort. En we hebben de bank gevonden. Die we dus eerder ook al hadden gezien. Maar ik vind deze toch wel iets chiller zitten. Je kan er echt op liggen. Maar je kan ook gewoon rechtop zitten door iets meer kussens neer te leggen. En Dwayne is ook helemaal weg van deze bank, hè? Ja. Alleen nu is nog de vraag, gaan we er één doen, één lange, of twee kleine? En daarachter zie je die lange, en dit is dan de kleine. En dan misschien stoelen erbij ofzo. Het is best lastig hoor dit. Maar hij zit echt lekker, ik vind deze kleur ook mooi. De stof is ook anders hè, de stof is wat strakker. Groot, klein. Ik denk toch wel een grote en dan gewoon twee stoelen erbij. Ja. Oh nee, is niet erg. Dankjewel. Mooi ook met die vloer, zie je? Struggle is real. We hadden net dus een andere bank gezien. Of nou ja, dezezelfde bank, maar dan in het beige. Maar die kleur is niet zo, hè? In daglicht. Als ik dan deze zie, vind ik deze wel toffer. Deze is gewoon iets donkerder. Inmiddels alweer een tijdje thuis en ik heb net heel even snel wat pakketje opgehaald bij de buren. Die heb ik hier ook al uitgezocht. En een aantal van de spullen die hier op tafel liggen, die ga ik in een shoplog laten zien. Want ik heb daar iets van H&M,
Ik had ook van River Island en Mango iets binnengekregen. En hier ook nog een tasje met spullen van H&M. Dus dat ga ik binnenkort laten zien. Verder kan ik dit wel alvast laten zien. Dit zijn van die sportdingetjes die ik had besteld bij Sport B, heet het geloof ik. En dit is een springtouw. Die kan je zelf ook verstellen. Dus zo lang maken of heel kort. En ik heb ook nog van die elastieken die je ook wel ziet in mijn trainingsvlogs als ik aan het sporten ben bij de sportschool. Maar ik heb ze nu ook voor mezelf besteld voor als ik thuis een dagje wil trainen bijvoorbeeld. Het zijn van die strakke en dan heb je iets lossere en nog lossere. En die kan je dan gebruiken voor verschillende oefeningen. Dus dat zijn die twee dingen. Dan zag ik ook nog een perspakketje van een PR-bureau. En dit is een nieuwe geur van Roberto Cavalli, de Paradiso Assoluto. En dit is een hele lekkere zoete geur. Ik had hem net ook al opgespoten. Hij is heel anders dan die andere weer. Maar toch merk je dat de Roberto Cavalli geuren altijd wel een beetje op elkaar lijken. Alleen net iets zoeter of juist iets frisser. Dus die heb ik ook binnengekregen. En hier heb ik nog een trui. Die ga ik zo meteen even passen. Maar die ga ik dan niet laten zien. Want die is dus voor die shoplog. En de rest wat hier ligt ga ik nu gelijk even opruimen. En dan kunnen we straks lekker gaan chillen. Ligt hier lekker te chillen? Huh? Ja. Alleen er moet nog iets gebeuren. Ben moet nog opgemaakt worden. Dus ik ga nu even de schone lakens pakken. En dan ga ik dat gelijk doen. Want wij willen straks lekker serie kijken in bed. Wat is dat? Wat is dat knap meisje? Hm? Zo. Lekker schoon dekbedje. Uppa. Wij gaan nu lekker slapen, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien jullie mij heel snel weer terug in een nieuwe video. Doei!